Tower of Hell. Ik ga daar eindelijk mee beginnen. Deze game is al echt sinds dat het is uitgekomen aangeraden in de comments. En ik heb het, ja, ik heb het natuurlijk wel gezien. Het is gewoon een hobby waar je dus in een toren gaat, zoals je hier ziet. Maar ik heb het nooit echt gespeeld. En dus, er is net weer een game gestart. Een halve minuut geleden. Dus ja, laten we maar gewoon heel erg snel beginnen. Smash even op die like als jij wel eens hebt geraged met Tower of Hell. Volgens mij doet iedereen het al. Volgens mij is EA, heeft iedereen wel een keer geraged. Maar ik nog niet, omdat ik het nog nooit echt heb gespeeld. Oké, okay. Oh, je kan via daar. Oké, dit begint al heel leuk. Maar waarom zou je via daar gaan? Sorry hoor, maar dat snap ik niet. Maar is dit letterlijk gewoon een linear obby? Oh, ik zie wel hoe dit moeilijk kan worden. Ik zie wel... Oh, nee. Maar heb je wel een checkpoint? Nee. Je gaat me niet vertellen dat er geen checkpoint is. Yo, wat is dit? Oh my, wat is dit? Waar ben ik aan begonnen? Dit wordt rage. Dit wordt echt rage. Come on. In 8 minuten... Ja, oké, dat kan wel in 8 minuten. Nee, ik dacht echt dat het veel groter was. Maar alsnog, dit is heel... Oké. Dat was helemaal niet zo moeilijk. Maar dat platform, oké, dat was misschien niet heel moeilijk. Maar het is... Hetgene wat het moeilijk maakt... is dat je weer constant terug moet springen. En omdat je dan boos bent omdat het niet lukt... Dit gaat je op een gegeven moment niet meer lukken. Dus de vaker je dood gaat, gaat dat makkelijk ook gewoon niet meer lukken. Als je gewoon daarin springt, dan kan je het misschien nog overleven. Ja... Nee. Oh, ho, ho. Daar glitchte ik bijna vanaf. Oh, ja. Val er anders maar doorheen. Toch. Oké. Oeh. Nee. Oh, maar ik sprong. Nee. Nu ben ik nog een beetje... Dit is de blije rage. Gewoon de voor spek en bonen. Doe ik gewoon lekker mee. Gewoon voor de lol. Nee, dit gaat echt evolueren tot dikke rage. Oh, maar dit is niet zo moeilijk. Oh, maar dan moet je goed timen. Oké, dit is moeilijk, denk ik. Want ik ga niet te vroeg juichen, namelijk. Nee, ik was ongeduldig! Ik was ongeduldig. Ik had er gewoon voor kunnen wachten, maar ik ben gewend met die makkelijkere obby's. Dat je dan gewoon snel, maakt niet uit. Oh ja, ga maar naar de Pro Tower. Ja, daar wens ik je veel plezier. Wat kunnen we... Oh, maar dit is voor iedereen, deze mutator, of niet? Want dat is echt cheats. Checkpoint appears every second stage. Maar waarom zou je dat willen doen? Waarom zou je echt geld besteden om één keer het wat makkelijker te hebben? Ja, jeet. Ja, goed zo. Ja. Wie is nou weer zo torturous dat hij een 2 keer time aanzet? Dat betekent dat we nu nog maar een halve minuut hebben. Ja, maar... Wie? Hoe kan je zo'n hart hebben? Of is dat gewoon omdat iemand hem heeft gehaald? Ik denk dat dat het is. Nog maar 15 seconden. Oh my, wat is dit? Oké, we zijn bij het groene gedeelte. Ja, maar jemig. Maar nu weten we wel dat je altijd weer terug kan komen. Ja, maar dit is niet eens moeilijk. Nee, ja, ik wou nog even snel gaan. Oh, we waren in principe gewoon bijna klaar. Nog maar 2 stages. Nou, hier hebben we nieuwe frisse moed. Dit moet wel lukken. Ik dacht eerst dat het veel meer hel zou zijn. Maar dat valt best wel mee. Oh, maar dit is niet zo'n moeilijk beginstage ding. Maar dat duurt wel lang. Yo, ik ga gewoon hier. Scheid. Maar dit is niet leuk. Oh, dat is niet leuk. Dat is 2 of 3 van die jumps. Maar ouwe, die 3 jumps. Die zijn wel butt clenching. Dat zijn de ergste. Oh my, die paarse dingen, die zijn niet leuk. Dat is echt gewoon... Jemig, waarom doe ik daar zo moeilijk over? Hey, oh my, ik zag het niet. Oké, maar dit moet haalbaar zijn, maar het kost gewoon heel veel tijd om weer terug te komen. Want deze jumps zijn heel time consuming, omdat je hem goed moet linen. Ja, maar kijk, deze die gaan. Het is die eerste. Oké, maar kijk, dat is zoiets wat heel makkelijk is. Maar waar heel veel mensen falen, omdat ze dat heel slordig doen. Oké, we zijn bij het blauwe stuk. Dit is best wel hype. Hier, en dat doe je zo. Oh my. Wat? Hoe moet ik hier ooit opkomen? Board breakaway. Oh. Ja, oké, dat is... Nee.
Maar ik weet niet hoe je dit doet, want ik ken dit wel. Dan doe je zo en dan kan je zo of zo. Ja, je moet er zo op glitchen. Ja. Brr. Die blokken dezelfde kleur zijn als de muur. Oh, maar dat ook. Oh, oh. Nee, oh, dan moet je glitchen. Nee, dat ga je niet menen. Maar dat moet je doen terwijl je daar op een ledge staat. Misschien is dat helemaal niet moeilijk, maar ik weet in ieder geval niet hoe het moet. Dus verder dan dat weet ik zeker dat ik daar niet ga komen. Want dat moet je dus een paar keer doen. En die moet je dus allemaal in één keer kunnen doen. En dat gaat mij nooit lukken, dat weet ik zeker. Maar ja, dus nu maakt het me eigenlijk ook al niet meer heel erg uit hoe ver ik kom. Dus ik kan nu al gaan. Ja, we zijn nu hier. Dat valt best wel mee. Het zijn gewoon één stuk. Ja. Dat rode ziet er niet zo erg uit op zich. Maar ik weet gewoon niet hoe je een double jump doet. Want je moet er toch zo tegenaan springen. Ja, zo. Oh. Oké, we zijn weer bij waar we waren. Oeh, waarom staat het rode plateau hier? Oh, dat is voor als je een checkpoint dingen. Oh, maar dit. Dit is niet zo'n probleem. Oké, we zijn bij het ene laatste deel. Oké, we zijn bij het laatste deel. Oh, dit is het. Ik heb 100 punten, wat ben ik toch pro. Nu gaat de tijd dubbel door mij. I think I already win. Nou, mevrouw, meneer, ik ben de enige boven hier. Zie dit. Easy, easy, easy. Iedereen zit beneden en ik zit hier boven als de king. Ik dacht dat dit ook nog een stage was. Oké, nou, maar nu heb ik wel confidence. Oké, maar dit is echt verschrikkelijk. Al deze mensen aan het begin van zo'n ding. Oké, dan moet je overheen springen. Oh, maar dat valt wel mee. Behalve als er zeg maar 900 mensen in je beeld zitten. Maar ja, op een gegeven moment gaan er wat mensen ragen. En dan komt het wel goed. Oh, daar! Ja, ik zag dat blokje niet. Oké, kijk, nu gaan er al wat minder mensen. Kijk, nu zijn er al veel minder mensen. Maar dit eerste deel is best moeilijk voor een eerste deel. Oh, je hoeft helemaal niet overheen te springen. Wat? Oh. Nee, oh! Waarom zou je die ladder nemen? Even eerlijk. Want dat resulteert in alleen maar in dat je vroeger moet springen. Shit, ja, ik had ongeduld. Ik weet niet eens waarom ik sprong. Waarom ik zeg maar al sprong naar de volgende. Ik had beter gewoon kunnen wachten. Daarom sprong ik terug. Gewoon eraf. Ja, hier. Kijk, ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon ongeduld. Echt, mijn nerves, die zeggen gewoon van, yo, ga. Maar je moet wachten, zodat je hier zo kan staan. En kijk, normaal was ik dan hier al gesprongen, omdat ik heb gewoon geen geduld. Oeh, dan kunnen we nu naar dit niet zo moeilijke deel. Dit deel haat ik, though. Och. Oké, ja. We zijn weer bij waar we waren. Je moet dan overspringen, ja. Sorry, waarom kijk ik niet eerst? Please, gun een broeder een nieuwe. Volgens mij wil iedereen dit. Bijna niemand is uit dit eerste gedeelte gekomen. Mensen zijn bij het rode gedeelte, maar heel veel mensen gaan daar dood. Moet je daar om de zijkant springen of zo? Nee, oh, ik haat first person. Maar je moet first person daar. Omdat je tegen de muur aanstaat. Ik weet dat het in first person kan, maar dat voelt zo raar. Als je ineens gewoon... Het voelt heel responsive. Wat juist super chill is. Ik doe zo slordig. Nee. Oh ja, dan gaat ze nu naar een pro. Pro tower. Ja. Als je niet voorbij donkerrode stuk komt. Dan zou ik inderdaad in chat gaan zeggen, vragen voor een pro tower. Dat lijkt me een heel goed idee. Als de Colony Games hem niet eens kan beaten. Oh my god, dat ging echt soepel. Ik wil in ieder geval proberen om even eentje zo'n jump te halen. Maar dat is niet... Het is niet moeilijk. Ik ga het gewoon zonder first person. Oh, maar dit kan.
Hé, maar wat moet je daar doen? Oh, dan moet je er overheen. Ja, maar daarna heb je platformpjes nodig en die heb ik niet. Wat is dit voor Spider-Man web wat hier aankomt? Eigenlijk wil ik door blijven gaan, maar ik moet eigenlijk afsluiten. Het moment dat ik gewoon doodga. Smash even op die like als jullie deze video super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video.